Klaartje blijft lang weg. Ja, dat is een goed teken. Nou, zeker druk op het uitzendbureau. Ze kan natuurlijk kiezen uit zoveel banen. Nou, liggen tegenwoordig anders niet meer voor het oprapen, moeder. Niet zo negatief, Jet. Ik ben alleen maar realistisch. Nou, ze is jong, ze heeft een uitstekende opvoeding gehad. Ja, ik kan me voorstellen dat er gevallen zijn, zoals die van jou bijvoorbeeld, waar het een beetje moeilijk wordt natuurlijk. Wat is er nou weer mis met mij? Het niks, lieverd, niks. Alleen je bent natuurlijk niet herplaatsbaar. Hoezo? Nou, op jouw leeftijd begint de leeftijd een woordje mee te spreken. Overigens al jaren. Dus ik ben te oud. Ja, lieverd, wat dacht je dan? Te jong? Het is een keiharde maatschappij, hè? Ja, vooral als alle mensen zijn zoals jij. Maar Klaartje, die redt het wel. Ja, laten we het hopen. Nou, je hebt er wel vertrouwen in je eigen dochter. Ja, natuurlijk wel. Het is een schat, maar... Nou ja, ze zou een beetje meer initiatief moeten hebben. Nou, vind je er te passief? Nee, dan moet je me geen ding in mijn mond leggen. Nou, wat bedoel je dan? Nou ja, het is een beetje te... afwachtend, te... timide, kom je daar nou bij? Dat zeg ik toch niet. Maar Klaartje is helemaal niet timide. Ja, ik hoop alleen maar dat ze het redt. Waarom zou ze het niet redden? Oh, moeder, nee, laten we nou maar ophouden. Dit wordt niks. Als er iemand is die het niet gered heeft, dan ben jij het wel. Maar dan moet je niet je eigen dochter de schuld geven. Geef haar helemaal niet de schuld. Nou? Nee, ik zeg alleen dat als ze een goede baan wil... Nou, ze is nu toch naar dat uitzendbureau. Dat ze dan voor zichzelf moet opkomen. Schat, je hebt zelf nog nooit voor jezelf opgekomen... en toch heb je een hele goede baan. Oh nee, zo'n goede baan is nou ook weer niet. Nee, toch nou, ja, moeder, hou nou maar op. Dat is toch geen schande, jij? Hey. Ah, dat is ja. Hallo. Hallo, schat. Heb je een job? Nee, nog niet. Oh, hadden ze niks? Jawel, maar ze vinden het beter als ik eerst een cursus ga doen. Een cursus? Ja, een sollicitatiecursus. Oh. Om mijn presentatie te verbeteren. Wat een onzin! Wat is er nou niet goed in jouw presentatie? Rustig nou even, moeder. Hou jij nou je mond? Ik moet veel meer zelfvertrouwen krijgen. Oh. Nou, dat vind ik helemaal niet zo gek. Ik vind het waanzin. Ze heeft een goede opleiding gehad. Ziet er schitterend uit. Dat kind blaakt van zelfvertrouwen. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Natuurlijk wel. Ja, vraag het er dan zelf. Schat, vind jij dat jij blaakt van zelfvertrouwen? Dat weet ik niet. Zie je wel? Ja, logisch. Jij maakt er onzeker. Hoi, Omi. Nou. Een fantastische cursus, hoor. Zo. En dan weet jij nu hoe je moet solliciteren. Nee, veel leuker. Het is meer een soort assertiviteitstraining. Als er wat? Assertiviteit. Presenteren. Voor jezelf opkomen. Je moet er staan. En het gaat om persoonlijk impact. En natuurlijk body language. Body language? Lichaamstaal. Oh, lieverd, je hebt je toch niet hoeven uitkleden? Nee, natuurlijk niet. Oh, gelukkig. Omi, weet jij bijvoorbeeld hoe je bij een sollicitatie moet binnenkomen? Zo, uitstraling. Nou, zie je, dat is nou precies wat ik altijd tegen je moeder zeg. Jet, je hebt geen uitstraling. Blijf maar thuis. En dan loop je zo naar je stoel. En dan ga je zo zitten. Hebben ze dat zo geleerd? Helemaal fout. Kijk, dat moet je zo doen. Omi, nou moet jij eens eventjes heel goed naar mij luisteren, ja? Als ik wat zeg, val je me niet meer in de reden. Begrepen? Sorry. Wat? Heb ik ook van de cursus. Goed, hè? Nou, wij noemen dat gewoon brutaal, hoor. Nee, dat is nou assertiviteit. Oh. Kijk, als je ergens mee zit, moet je erbij komen. Je moet... open zijn. En alleen als je open bent, kun je sorry zeggen. En dat kan jij dus nu zeggen? Ja hoor, sorry. Ah, en wat betaal je nou voor zo'n cursus? €50. Het valt mee. Per keer.
Een paar keer, hè? En hoe vaak moet je dan komen? Nou, dat hangt er vanaf. Zoveel keer als de docent nodig vindt. Oh ja? Nou, ik zou best zo'n cursus willen geven. Zeg, hey, hallo. Zeg, horen jullie me niet bellen? Ja. Nou, helpen jullie dan niet eventjes? Nee. Nou ja, zeg, loop ik me een beetje te pletter te sjouwen. Wat is dit? Sorry. Ik snap er helemaal niks meer van. Kan ook niet met jouw IQ, schat. Sorry. Je zegt aldoor sorry, maar ondertussen zeg je de vreselijkste dingen. Omdat ik open ben. En alleen als je open en eerlijk bent, dan kan je sorry zeggen. Ja, maar jij zegt dat ik een figuur heb als een hobbezak. Sorry. En dan zeg je dat mijn kapsel... Kapsel. Vlaskop. Sorry. Zie je wat, dat bedoel ik nou? Ik doe dat alleen maar voor je eigen bestwil, Vera. Jij moet voor jezelf opkomen. Ik kan toch nooit tegen jou op? Wel, als je leert hoe je je persoonlijke impact moet laten uitstralen. Maar wat? Als je je presentatie verbetert. Oh, is die niet goed? En weet je waarom, Vera? Nee. Omdat je niet stevig in je schoenen staat. Oh, nee. Omdat je aan alle kanten rammelt, Vera. Oh, ja. En weet je waardoor, Vera? Nee. Omdat jij niet open bent. Want alleen als je open bent, kun je sorry zeggen. Ik snap er nou helemaal niks meer van. Ik rammel omdat ik niet stevig in mijn schoenen sta. En ik kan geen sorry zeggen omdat ik niet open ben. Gelukkig, Vera. Gelukkig bestaan er voor mensen zoals jij een cursus. Wat voor een cursus? Een assertiviteitcursus voor bejaarden. Ah, en wie geeft die dan? Ik. Jij? Ja, zie je nou wel? Nou twijfel je weer. Ik vraag het alleen maar. Wil jij of wil jij niet? Ja. Ja. Nou, dan bof jij. Want ik hanteer voor jou een speciale vriendenprijs. 50 gulden. 50 gulden? Mm-hmm. Inclusief body language. Voor de hele cursus? Nee, per keer. En elke cursist die jij aanbrengt, daarvoor krijg jij een tientje. En hoe kom ik nou aan cursisten? Ja, je gaat naar de Olijfhof. En jij zorgt dat alle dames van de Bridge Club bij mij op les komen, ja? Maar hoe doe ik dat dan? Nou, dat leer je nou op mijn cursus. Klaartje. Hi, mam. Wat doe je? Ik kon het niet langer aanzien. Hop. Wat is er nou? Geef hier. Ik mag je kamer toch wel een beetje veranderen. Ja, zeg, ben je nou helemaal gek geworden? Kom nou, niet zo ego zeg. Ego? Dat moet jij nog zeggen. Moet ik het dan maar pikken dat ik jaar in, jaar uit tegen dezelfde stomme, truttige inrichting moet aankijken? Er wonen hier nog meer mensen in huis, hoor. Bruid? En dan zul jij dus maar een beetje in je eentje bepalen hoe wij moeten zitten? Vooruit, ga mijn kamer uit. Sorry. Ja, het spijt me enorm, maar we hebben het echt niet. Ja, maar Hollands Glorie is toch een heel bekend boek? Ja, we hebben het ook wel gehad. Misschien volgende week weer. Wat koop ik daar nou voor? Nou, zal ik u anders bellen? Kom ik helemaal van de andere kant van de stad? Ja. Nou, aan het eind van de straat, daar is anders ook nog een antiquariaat. Waarom belt u die niet even? Het is vlakbij. Anders loop ik misschien weer voor niks. Ja, nou. Ja. Nou, je zou toch zeggen dat je in een normaal antiquariaat Hollands Glorie toch wel zou kunnen krijgen? Ja, hey, hallo, met Jet van de Boekenstal. Zeg, moet je horen, ik heb hier een meneer. En die is op zoek naar Hollands Glorie. Hebben jullie dat ook misschien? Ja? Oh, fijn. Nou, dan stuur ik hem, hoor. Bedankt. Nou, ja, zeg. Wat doe je nou?
vent loopt zomaar weg. Die gaat dan nou opbellen. Ja, maar... Zoiets doe je toch niet? Ja, je stuurt toch niet iemand naar de concurrentie? Ja, maar hij dronk zo... Smeer hem dan wat anders aan. Ja, maar... Ja, zo kunnen we geen zaak drijven, Jet. Nee, maar... Weet jij, jij hebt totaal geen ruggengraat. Weet je wat jij eens moet doen? Je moet een beetje assertiever worden, ja? Maar ik kan er toch ook niks aan doen? Ik word de hele tijd afgebekt en uitgescholden en geschoffeerd. Het is bij jullie alleen maar ikke, hè? En hoe ik me voel, het interesseert geen hond. Sorry. Donder op met je sorry. Dames, ik neem aan dat u na de eerste les begrepen heeft dat assertief zijn is open zijn. En open is met geen goud te betalen. Want alleen als je open bent, kun je sorry zeggen. En als je sorry zegt, dan ligt de wereld voor je open. En dat is het weer haakjes, nu ik zelf zo... open ben. Helaas zijn er een paar dames die vergeten zijn hun lesgeld te betalen. Voor hen zal Vera Polman demonstreren wat je na een paar lessen al kunt bereiken met sorry. Vera. Ja. Ja. Ja, doe dan. Sorry hoor. Vera, altijd twee keer sorry. Oh, oh sorry. 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 Oh, sorry. Dames, mag ik u even mijn dochter voorstellen? Ja, ze ziet er een beetje timide uit, maar zo is ze nou een keer. Sorry, Jetje. Sorry. Doe eens een keer opleggen. Sorry. Sorry. Ze noemen het wel assertiviteit. Volgens mij is het gewoon alleen maar een ander woord voor plat egoïsme. En als ik er wat van zeg, dan heb ik het gedaan. Ik ben degene die ruzie maakt, zeggen ze. En niemand staat erbij stil wat dat voor mij betekent. Hoe ik daarvan denk, hoe ik daaronder voel. Ja, wat zei je? Nee, deze moeten onmiddellijk op de bus, dus we hebben het er straks nog eventjes over, hè, Jet? Ah, ja, zie je nou wel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik sta bij een parkeermeter en ik heb alleen maar groot geld. Kunt u misschien 100 gulden wisselen? Dat weet ik niet. Even kijken hoor, één moment. Nou, daar dus niet in. Nou, nee, dat red ik niet. Hoeveel moest u hebben? Gulden of twee? Nou, wacht even. Even kijken. Nou ja, alsjeblieft, houdt u maar. Oh, maar dat hoeft echt niet, hoor. Ach, nou ja, was nou 2 gulden. Oh, dat is ontzettend aardig. Ach, nou ja, tegenwoordig denkt iedereen toch alleen maar aan zichzelf. Wat u zegt, het is een en al egoïsme wat de klok slaat. Ja, ja. In elk geval ontzettend bedankt. Ja, ik moet nu echt gaan, anders krijg ik een bon. Dank u wel. Dag, mevrouw. Niks te danken. Dag, meneer. Wie was dat? Gewoon een heer. Een klant. Nee. Nou, wat dan? Kom ik voor jou? Voor mij? Ja, nou, Jet, we hoeven toch geen geheimen voor elkaar te hebben? Oh, nou ben je opeens wel geïnteresseerd, hè? Kom op. Ach, niks. Het was gewoon een meneer die wat wisselgeld wilde voor de parkeermeter. Ja, ja, dat moet ik zeker geloven. Oh, nou, dan niet. Vertel op, een nieuwe minnaar. Wil jij dat echt weten? Fruit. Hij was van een headhuntersbureau. Zo, dat is een goede partij. Ja, ja, kwam ik zo'n beetje mee in gesprek. Ja. En hij heeft mij een baan aangeboden. Hele goede baan. Ja, ja. Ja, internationaal. Echt een superjob. Ja, maar... Geloof je me niet? Ja, ik dacht dat je bedoelde dat je gewoon een beetje chance met die man had. Nee, nee, dat was puur zakelijk. En, nou, ik kan meteen beginnen.
En ik heb nog 3 weken vakantie. En ik heb 1 maand opzegtermijn. Dus volgende week ben ik weg. Nee, nou even serieus. Ik ben serieus. Ja, maar wat is dat dan voor een baan? Internationaal directiesecretaresse. Bij multinational, dus. Dat meen je toch niet, hè? Ja, dus dat wordt veel reizen. Ja, je gezin, je huis. Nou, dat huis, dat blijft wel staan waar het staat. En dat gezin, dat is toch alleen maar met zichzelf bezig. Dus wat houdt mij hier? En ik dan? Ja, maar dat is jouw probleem, Michiel. Sorry! Ja, en het cursusgeld is 75 gulden. Per les. Goed, mevrouw. Tot uw dienst. Omi, ik heb een baan. Oh, lieverd, wat heerlijk. Wat voor werk? Typewerk op kantoor, heel dom. Na die cursus? Die was helemaal niet nodig. Moet je niet nemen. Ik ben al blij dat ik werk heb. Daar moet jij werk van maken. Omi, ik heb die cursus opgezegd. Wat? Dat stomme assertieve gedoe. Stom? Ja, altijd maar open en eerlijk zijn ten koste van iedereen. Nou en? Belachelijk. Nou, maar het brengt wel een hoop geluk op, bedoel ik. Ja. En wat ik die arme mama me heb aangedaan? Onzin. Je moet aan jezelf denken. En heel jammer dat jij dat baantje hebt aangenomen. Wat moest ik dan? Nou, mij helpen natuurlijk bij mijn cursus. Ziezo. Mam, ja. Ik heb een baan. Oh, lieverd. Wat fantastisch. Oh, heel fijn, ja. Nou, ik ook. Een nieuwe baan. Hoofddirectiesecretaresse bij een multinational. Bij een wat? Ja, is echt een super job. Dus in de toekomst zullen jullie mij hier niet zo vaak meer zien. Een internationale baan? Jij? Oh, ik zie het al helemaal voor me. Business class. Chique hotels. Internationale ontvangsten. Interessante mensen. Maar mam. Oh, schat. Ik stuur Klaartje heus wel een kaartje, hoor. Daar niet van. En hoe kom je daar dan aan? Het Huntersbureau. Een headhuntersbureau? Op zijn retour zeker? Jouw speldenprikken raken mij niet meer, moeder. Maar mam, dat kan je toch niet maken? Ons in de steek laten? Hoe niet? Waarom zou ik niet ook assertief bezig zijn? Waarom zou ik niet ook ego-go-go-gem alleen maar aan mezelf denken? Hè? Ja, maar... En de verantwoordelijkheid voor je dochter dan? Die laat ik graag aan jou over, moeder. Mami, zou dat waar zijn? Liefje, ik geloof er helemaal niets van. Kopje koffie misschien? Waar ben jij opeens attent? Ben ik al jaren. Nooit wat van gemerkt. Misschien omdat je het niet wilt zien. Ja. Dit zijn de normale secundaire arbeidsvoorwaarden in dit bedrijf. Het tweede en derde kopje zijn gratis. Probeer jij mij soms te lijmen? Geen sprake van. Koekje, ze staan ervoor. Nee. Je hebt recht op 3 koekjes, hoor, staat in de arbeidsovereenkomst. Nou, dat zal ik onthouden. Als ik op de Bahama's zit of in Las Vegas. Toch zit het me ontzettend dwars. Ik dacht dat jij blij zou zijn. Dat jij? Na alles wat ik voor jou gedaan heb. Ik dacht, die gunt mij dat wel. Dat jij mij zo in de steek laat. Die denkt, dat is nou eens leuk voor Jet. Ja, maar niet leuk voor mij. Zie je nou wel dat jij ook alleen maar aan jezelf denkt? Dus dit is mijn dank. Oh, gaan we weer aan het toneel? Na alles wat ik voor jou gedaan heb. Zoals? En ik maar denken, die staat achter mij. Ja, achteraan. Ja, nooit. Je kunt hier niet weggaan. Ach, kom zeg, we zijn toch zeker niet getrouwd? Jet, jij bent onvervangbaar. Eén advertentie, je hebt zo 10 andere. Zelfs voor dit salaris. Alsjeblieft, Jet. Blijf. 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 Spiel. Goedemorgen. Ah, u. Oh. U wordt bedankt.
Ik kwam alleen maar die 2 gulden terugbrengen. Mam, waarom laat je die baan nou niet gewoon schieten? Ik zou niet weten waarom. Het is aan de andere kant van de wereld. Oh, schat, maar ik fax jullie heus wel, hoor. Ja, maar stel nou dat er iets gebeurt. Nou zeg, jullie kunnen toch zo goed voor jezelf zorgen? Ja, maar ik bedoel met Omi. Die is ijzersterk. Ik doe het open. Die wordt 100. Maar stel nou, hè. Stel nou, jij zit helemaal in... In de Arizona. Helemaal daar? Ja, daar staat het hoofdkantoor. Maar mam, wij kunnen toch niet zonder jou? Kom, 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 lieverd. Jullie moeten zo langzamerhand eens een keertje leren, hoor, om op eigen benen te staan. Sorry, net, dat ik zomaar binnenval, maar ik heb een voorstel. Luister, 100 gulden per maand opslag, als je blijft. Dat kan je niet laten lopen, mam. 100 gulden. Het is toch een hele goede baas die je zomaar 100 gulden opslag geeft? Nou? Michiel, jij schijnt maar niet te kunnen beseffen dat ik een topfunctie ga bekleden. Oké, dan kun je partner worden in de zaak. Dat moet je pakken, mam. Misschien. Eventueel. Wellicht. Maar alleen onder 1 voorwaarde. En? Dat jullie allemaal ogenblikkelijk stoppen met dat achterlijke assertieve gedoe. Ja, daar ben ik al lang mee gestopt. Dat was maar een geintje. Oh ja, en? Omi dan? Ik ga hem meteen halen. Sorry. Oh, mam. Wat is er aan de hand? Omi, jij moet onmiddellijk met die cursus stoppen. Ik denk er niet over. Doe nou, Omi. Moet ik alles wat ik zo moeizaam heb opgebouwd dan zomaar laten schieten? Zie je wel dat jij ook alleen maar aan jezelf denkt. Nou, dat doe jij anders net zo goed. Gaat zeker weer alleen om het geld, hè? Oh, kom je daar nou bij? Geen ruzie maken. Ik maak helemaal geen ruzie. Ik ben alleen maar open. Nou, dan stap ik op. Dat is goed. Frederik! Moet je het zelf maar weten. Jij ook. Frederik! Vera, wat heb je nou weer? Vera, wie zijn dat? Dat zijn de echtgenoten van jouw cursisten. Ze eisen het lesgeld van hun vrouwen op. Geen sprake van, zeg maar, betaald is betaald. Doe het zelf maar. Zijn ze zo assertief? Ze zijn niet assertief. Ze zijn verschrikkelijk agressief. Dadelijk slaat het de hele boel kort en klein. Nou, ik geef ze mijn geld aan me terug. Ik? Ja, jij natuurlijk. Wie anders? Het is jouw schuld. Nee, maar nou. Ga nou. Ga nou. Jetje, ik zal heel open zijn. Als jij er per se op staat dat ik mijn roeping, mijn levensvulling opgeef, dan zal ik de minste zijn. Jij stopt met die cursus? Omi, je bent een schat. Nou, daar ben ik heel blij om, moeder. En zal ik dan nu ook maar even een beetje open zijn, hè? Dat van die baan, die superjob, dat is helemaal niet waar. Sorry. Wat is dit? Nou ja, partner, ja, ja, weet je wat? Ja, ik heb ze weggewerkt. Je wordt bedankt, Vera. Niet te danken. Dat is nou precies het stomste wat je had kunnen doen. Sorry.